De Nederlandse Claire en de Nigeriaanse Emeka bereiden zich in Ghana voor op de komst van hun eerste kindje. I don't really know anything about this stuff. It's just supposed to be there. Maar de gezondheidszorg in Ghana is wel anders dan in Nederland. Toen kreeg ik wel een beetje twijfel, moet ik heel eerlijk zeggen, in Ghanese dokters. Niet lang na de geboorte van de kleine spruit reis ik af naar Ghana om te zien hoe het jonge gezin een leven hier opbouwt. He is going to speak English, I'm going to speak Dutch. His mother maybe will try to speak a few words of Igbo. We'll try. She's going to make it her life's mission. Maar dat leven krijgt onverwachts een andere wending. I got different feelings. Yeah, she got homesick, basically. And I got actually homesick. Drieënhalf jaar geleden verhuisde de Nederlandse Claire naar Ghana. En daar ontmoet zij de Nigeriaan Emeka. Begin vorig jaar stappen zij in het huwelijksbootje en wordt hun liefde al snel bekroond met een zwangerschap. Claire is nu 37 weken zwanger van een meisje. Of een jongen. Of toch een meisje. Where should I put this one? I'll take it. All right, I'm ahead of you. We are now in our 8th month. So 3 more weeks to go. And then hopefully the baby will be there. Mm-hmm. Anytime from now. Yeah. My pregnancy has actually gone pretty well. The first 3 months were a bit of a struggle, especially the 3rd month. I was pretty sick and a lot of throwing up. It's good. Well, if there's anything, you know, more complicated than that, then she's doing a really good job at, you know, not showing it. Yeah, because I would say it's smooth sailing. From the get go, I would say smooth sailing. I'll have the baby here in Ghana for the main fact that I was working here. And I want to enjoy my complete leave, which is 3 months. So if I give birth here, then I have, after giving birth, I at least have like 2.5, 3 months to enjoy the baby. If I would give birth in the Netherlands, which I considered, and maybe it would have been a better option, but then I could only enjoy the baby for maybe a month, so. Claire woont en werkt al 5 jaar in Afrika. Door haar eindstage belandt ze eerst in Zuid-Afrika. Ze is zo onder de indruk van het continent dat ze er ook na haar opleiding aan het werk wil. Via een e-commerce bedrijf komt ze eerst in Nigeria en vervolgens in Ghana terecht. Eigenlijk de Afrikaanse landen die ik tot nu toe bezocht heb, waren een stuk minder veilig dan Ghana. Ghana is echt, ze noemen het ook het Afrikaanse land voor dummies. Dus het is echt gewoon heel veilig hier, heel weinig criminaliteit en Aanstaande vader Emeka komt uit Nigeria. Maar Claire en hij hebben elkaar ontmoet in Accra, de hoofdstad van Ghana. Emeka is hier een beroemdheid. Hij is tv-presentator, journalist, acteur en werkt daarnaast hard aan zijn zangcarrière. Die na een optreden in een commercial een vliegende start heeft gehad. Write your story, oh. Make I write my story, yeah. Story, oh, story. You know, goofy, to help me write my story. The vibe is the most important part of the entire mix. Is the vibe. You know, when the vibe is always right, the music is tight. Yeah. If I have a couple of ideas, I can chip in as well. But he does most of the writing by himself. When the beat is laid down, when the melody has been inserted in certain areas, I just don't know. It comes just, you just know what to say at the, you know, at certain times. And then we came out with the song that put me on the billboard. And I mean, I can't. Your face is everywhere. I can't be grateful enough. You amplify all the good things in my life. The commercial song was, as in basically something, the first lines of the song, you amplify all the good things in my life, was basically something I used to say to my wife. You know, it's something that was very personal to me. So when it happened to just be
the opening phrase in that song, it worked great. Because every time I listen, every time she listens to it, she knows I'm talking to her. I need your magic. Are you going to buy or what? Claire en Emeka zijn nu een jaar getrouwd, waar een toevallige ontmoeting al niet toe kan leiden. It's our wedding book. This is our wedding book. Yeah. Ja, het was een soort van liefde op het eerste gezicht. We met on the job. She was working and she was the country manager for, an e-commerce company. Ik ging een event sponsoren waar hij toevallig voor televisie ook kwam. I bump into them. And I was like, hi, can I talk to you about what your company does and stuff like that? And she was like, yes, she was very nice. And then we had a very quick short interview. En vanaf dat moment nummers uitgewisseld, puur in eerste instantie voor het werk. I said, enjoy your stay in Ghana. And that was then she's like, I've been in Ghana for a while, I'm still going to be here for a while. Oh, I thought you were visiting. She says, no, she's actually dancing now somewhere. I'm like, dancing? I'm like, okay, dancing. What kind of dancing? And she says Kizomba. And when I heard Kizomba, I was like, I know that dance. Isn't it that dance where everybody's grinding sexually against each other? And she's like, yeah, that dance. And I'm like, oh, okay. You should see her dance Kizomba. It is insane. Hun eerste date werd dus niet geheel toevallig een dansdate. Na onze eerste date hadden we s'avonds had ik een afscheidsfeestje georganiseerd voor een vriendinnetje. En hij besloot meteen ook gewoon langs te komen. Totaal niet bang voor mijn vrienden of wat dan ook. En gewoon heel spontaan en dat vind ik gewoon heel erg leuk. En eigenlijk ieder afspraakje wist hij me weer te verrassen. Ja, gewoon heel, heel lief, heel... zorgzaam. En Emeka heeft dat eigenlijk allemaal. Dus eigenlijk alles wat ik wel zocht in een man, dat vond ik eigenlijk terug in Emeka. I have even chickened out on so many things, but I'm glad I didn't on this one. Things started to really come together how I wanted to, just because I didn't chicken out that day. Yeah, and then she came on that date. And it was everything else is from then, 3 years of history. It's a very happy day. Binnen een jaar na hun huwelijk is er dus al een baby op komst. Ik moet zeggen, ik heb altijd wel kinderen gewild. Ik heb nooit echt geweten van wanneer zou nou het juiste moment zijn. Ik wist wel dat toen ik met Emeka ging trouwen, dat het niet lang zou duren voordat het eerste kindje zou komen. Dus daar was ik vrij zeker van. En nou is het natuurlijk in Afrikaanse cultuur ook heel normaal dat als je trouwt, je daarna eigenlijk vrij snel kindjes krijgt. Dat wordt ook een beetje van de familie verwacht. Ik ben niet meer aan het werk. En ik merk wel dat ik gewoon echt heel moe ben. Dus dat ik nu gewoon echt lekker vind om even gewoon thuis te zijn. Lekker te rusten. En gewoon mezelf voorbereiden op de bevalling. En dan is het best fijn als je al die maanden ook zeker weet waar je je op voorbereidt. Definitely. I'm excited to just have a baby. It wouldn't have mattered if it was a boy or a girl. Come on. Wij begonnen hier dus in de privékliniek. En die dokter die vertelde ons na 4 maanden... Ja, het is een meisje. Dus wij helemaal, leuk, een meisje. Het maakt natuurlijk helemaal niet uit wat het is. Maar we dachten, helemaal te gek. Yay! Figure it out! Ja, uiteindelijk gingen we naar Nederland. Toen hebben we daar toch nog gekozen om nog een pret-echo te doen. Het bleek een jongetje te zijn. We're having a boy. And the whole time, I had been talking to my girl child for about 5 months. Toen kreeg ik wel een beetje twijfel, moet ik heel eerlijk zeggen, in Ghanese dokters. Dat is ook wel het moment geweest dat we besloten hebben om van de privékliniek naar een ziekenhuis te gaan. En in het ziekenhuis hebben we toch een beetje getest. We hebben gezegd van, kun je toch gewoon eens even vertellen wat seks is? Gewoon om even te kijken van, zegt hij wel dat het ook een jongetje is? En toen zei hij meteen, nee, het is overduidelijk een jongetje. Dus dan was hij, oké, hier zitten we goed. For me, it doesn't make a difference at all if we had a boy or a girl.
The thing is, the society now is trying to be as cosmopolitan as possible. 50 years ago, I would be more than happy to be having a boy first, because that would mean that I'm expanding my lineage's clan. That would mean more human resource for farming, for more territory domination, you know, conquests. Yes. Oh, done. De keuze om in Ghana te bevallen was voor Claire snel gemaakt. Ik heb er wel over nagedacht om in Nederland te bevallen. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om toch hier te bevallen. Puur om het feit dat ik nu toch al aardig wat jaartjes in Afrika woon. Ik woon nu 3,5 jaar hier in Ghana. En het is mijn eerste keer, dus ik weet eigenlijk niet beter dan wat er gaat gebeuren. Dus of ik het nou in Nederland doe of dat ik het in Ghana doe, het maakt eigenlijk niet uit, want het wordt toch een eerste keer ervaring. Ik denk eigenlijk dat het toch wel vrij veel dingetjes hetzelfde zijn als in Nederland. Het enige wat ik hier grappig vind is dat je bijvoorbeeld 6 verschillende outfits moet meegeven. Ik denk, nou ja, als je er 1 nachtje slaapt, dan zijn 6 outfits voor, naar mijn idee, best wel veel. Maar goed, ik heb het er allemaal in zitten. Je kunt beter te veel meenemen dan te weinig. Dus ja, ik heb wat outfitjes bij elkaar verzameld. Dus die ga ik meenemen. Je hebt natuurlijk je sokjes, je schoentjes. Gewoon je kleine pakjes. Het ziet er trouwens, deze ziet er nog niet eens zo klein uit. Maar ik heb maar verschillende maten meegenomen, aangezien ik niet weet hoe de baby eruit komt. Er staat ook al een kinderwagen te glimmen. Al is dat in Ghana niet gebruikelijk. Ik vind het toch wel heel erg leuk om een kinderwagen te hebben. Misschien niet zozeer om door de wijk te gaan lopen, aangezien dat niet echt normaal is hier in Afrika. Mensen vervoeren hun kinderen hier eigenlijk gewoon of op de rug. Zelfs als ze in de auto gaan zitten, dan zit de baby nog op de rug. En als het babytje nog wat kleiner is, dan houden ze hem gewoon vast. En ze dragen eigenlijk hun kindje overal naartoe. Het is ook zo dat als je bijvoorbeeld met openbaar vervoer gaat en je hebt een kindje, dan de persoon die naast je zit, die zal wel even je kindje overnemen, zodat jij even 5 minuutjes rust hebt. Ondanks dat kindje de persoon niet kent, jij kent de persoon niet. Maar iedereen helpt iedereen hier om het gewoon allemaal iets makkelijker te maken. Als je zwanger bent, word je overal voorgelaten. Als er een rij is in de supermarkt, dan is het, nou ja, jij bent zwanger, dus ga jij maar eerst. En iedereen heeft wel heel veel respect voor zwangere vrouwen in dit land. Claire heeft afgesproken om met haar vriendin na te gaan shoppen. En dat betekent dat ze zich in het Ghanese verkeer moet storten. De autorijden in Accra is soms een hele uitdaging. Er is heel veel verkeer op de wegen, zeker 's ochtends. Je moet echt je uren uitzoeken waarop je eventjes je boodschapje wil gaan doen of iets anders. Want anders kan je gewoon goed iets waar je normaal een kwartiertje naartoe zou rijden, kan je goed een uur over doen. Zo, ja, 20 cities. Nou, 15. Dat is 20. Oh, Jezus. In de markt moet je altijd afdingen. Zeker weten. Als je niet afdingt in de markt, dan, dan betaal je echt de hoofdprijs. Maar na is er beter in. Dus als ik naar de markt ga, dan ga ik graag met na. Spreekt de lokale taal. En dat scheelt gewoon heel erg veel. En dan dit zijn de negotiations. I know. Thank you. Hot, hot, hot. Up and down, oh. One piece, no, one piece. One piece. For one boys. Piece in the Atadi. Yeah, young guy. You share the earphone, no, Munana? No, like. One piece. Together, like jumpsuit. Say, we're going to be jumpsuit. I know you're a mini boy. Maybe. She doesn't have. Thank you. En ik wilde iets gewoon in 1 gedeelte, gewoon een one piece. Maar het is heel moeilijk om hier te krijgen, want ze hebben eigenlijk alles in 2 gedeeltes. Dus ik wil niet gewoon een rompertje, maar ik wil echt met de voetjes eraan en de armpjes eraan. Dus, maar hebben ze niet. We hebben hier eigenlijk in Ghana bijna niks van babyspulletjes gekocht. Omdat of je kunt het gewoon niet krijgen, of de kwaliteit is gewoon niet zo heel goed. Het is wel goedkoop, maar het komt dan
vanuit China en de kwaliteit is gewoon heel erg slecht. Dus als je het één keer of twee keer wast, dan kun je het eigenlijk niet meer gebruiken. De babykamer is al bijna klaar met onmiskenbaar Nederlandse invloeden. So, we have some Dutch books in here. So, Nijntje. So this we got from a friend. So there's some Dutch things, there's some African things. They gave us some African outfits already for the baby. So it's a mix. So here we have a storage of diapers, wipes. Yeah. I don't really know anything about this stuff. It's just supposed to be there. I think it's pretty basic. I don't think there's like a science to it. I think you follow the smell. You unwrap. Dispose the smell and just make him nice again. I think I'll land on the job. Wow, there's so much stuff in here. Oh, a walkie-talkie or something. Oh yeah, well, this is definitely Dutch. when your baby cries like, then you start to rush upstairs or you go downstairs. But yeah, this helps, and the baby has his first Nike shoes. I didn't get a Nike shoes till only just a few years ago. He doesn't even know what this means. He's not even born and he has them already. He doesn't even know what this means. Wat absoluut niet mag ontbreken in een Afrikaanse babykamer is de klamboe. The mosquitoes here are like MVP. You know, like superstar mosquitoes here. We don't want a sick baby just about yet. I mean, I think I can't count how many times I've had malaria. It's almost like just having a fever or a flu here. But I have seen the effect on Europeans is entirely different. So, like I said, it scares me. We're very conscious about it because, like I said, I can't imagine if she had malaria, especially, you know, being pregnant now. Yeah. Plus, I don't even want to imagine what it would be like for the baby. 2 weken voor die bevalling is Claire nog gewoon op de lokale markt te vinden. Hier doet ze bij voorkeur de dagelijkse boodschappen. Je moet toch op de kleintjes letten. Ghana is een vrij duur land. Zeker de supermarkt. Het eten is eigenlijk vrij duur hier. Als je gewoon groente en fruit in de markt haalt, dan scheelt dat best wel veel in de maand. Can I have Wille? Just one. Wille is de huid van de koe. Dus ik zelf vind het niet zo lekker. Dit hoort dus echt in de soep, in de lokale soep. Kan niet gemist worden. Thank you very much. So you know how to cook everything? I know how to cook it all. Really? Yes. Where did you learn it from? I have a Nigerian husband. Oh. That's nice. My friend. Op een Ghanese markt hoef je zelf nooit te sjouwen. Best handig als je hoogzwanger bent. We hebben hier wat vrouwtjes die zeg maar helpen om je spullen te dragen. En ze dragen eigenlijk alles op hun hoofd. Ze zijn enorm sterk en zetten hun hele lichaam eronder om je spullen te dragen. Dus, ja. How do you prepare your butterfish? You fry it? Yes, small, small, so that you can fry it. Nee, I'll prepare it. I'll see. Ah, okay. See if I can prepare it. Thank you. Als de baby er dadelijk is, dan zijn we van plan om ook voor de baby te koken. Dus we hebben een soort apparaat waarin je babyvoeding zelf kunt maken. Want babyvoeding is eigenlijk onbetaalbaar hier. Dus wat we gaan doen is, we gaan onze eigen maaltijden maken voor de baby. De bevalling duurt niet lang meer. Dus Claire en Emeka zijn regelmatig bij de gynaecoloog te vinden. We zijn nu in het ziekenhuis, in Medifirm. Dit is het ziekenhuis waar ik ga bevallen. Dus ik ben hier op wekelijkse controle vandaag. Dus ze hebben me 2 apparaatjes op mijn buik gegeven die nu de hartslag van de baby testen. Om te kijken of de hartslag consistent is en of alles oké is met de baby. Eigenlijk vanaf 3 maanden kon je het hartslagje al wel horen. Nu hoor je het hier best wel hard. Dus dat is wel leuk. Je kunt gewoon een half uur naar je kindje luisteren. So that's the head of the baby. I think we've gone through this phase a couple of times. Mm-hmm. That's definitely the shape of my head. The shape of your head.
at the beginning of the pregnancy, they pointed out certain things. Okay, this is the femur and this is the brain. So when the probe is in certain areas, I can tell maybe this is that or this is this. But now the baby is so much bigger and there's all the space is filled out in the stomach. So I'm as confused as you are when I look, you know, when I look at the screen sometimes. But it's just, I mean, at the end of the day, when they say everything is fine, you know, it's good, then that's okay for me. Ik hoop dat, ja, de pijn meevalt. Het is het eerste kindje, dus ik heb echt werkelijk geen idee waar ik doorheen ga. Ik moet wel zeggen, het is niet dat ik er bang voor ben. Ik heb zoiets, ik ga er gewoon doorheen en het komt zoals het komt. En ik geloof wel dat het goed komt. Are you ready for delivery? I'm ready. En ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben er nu wel een beetje klaar mee. Het is ook voornamelijk de excitement gewoon om te zien van, okay, hoe gaat ons kindje er nou eigenlijk uitzien? En how are you too? Can't wait, Ja, het is heel leuk. Ik heb natuurlijk een donkere man. Ik ben zelf natuurlijk uit Nederland, ben blank. Dus hoe gaat die creatie van ons tweeën samen, hoe gaat dat zijn? Heeft hij zijn ogen of heeft hij mijn ogen of heeft hij... wat voor kleur huid gaat het kindje krijgen? Je hebt natuurlijk wel een beetje een idee, maar ja, dat is de grootste excitement. Dan. 2 weken later is het eindelijk zover. Emeka's schietgebedje werkt, want een paar uur later is daar dan eindelijk de kleine onbekende, Jaya. Jaya, kietelen. De ouders van Claire en de moeder van Emeka zijn naar Ghana gereisd om zoveel mogelijk van hun nieuwe kleinkind mee te maken. Met de komst van zo'n kleintje worden bepaalde culturele verschillen ineens wel heel duidelijk. Ja, hier hebben ze bijvoorbeeld Afrikaans bad. Dat betekent dat de baby wordt helemaal gemasseerd en helemaal op zijn kop gewassen. En de spieren worden uit elkaar getrokken. En ze denken dat heel erg goed is voor het kindje. En dat hij daar heel rustig van gaat slapen bijvoorbeeld. En dat zijn dingen die ik gewoon liever niet heb. En mijn schoonmoeder die waardeert dat ook, dat ik dat niet wil. En, mijn vriendinnen bijvoorbeeld die doen dat dan ook niet. En wat bijvoorbeeld ook heel normaal is hier, is dat in het publiek, als je kindje misdraagt, dan mag je wel zo'n corrigerende tik geven. Ja, dat zijn bepaalde dingen die ik gewoon echt niet waardeer en accepteer. Dus gelukkig is Emeka daar ook, Emeka en ik zitten daar gewoon op één lijn. Voor de moeder van Emeka is het af en toe best even slikken, zo'n Westerse schoondochter. Well, like in my typical African country, when a woman gives birth, your daughter-in-law gives birth, it's your sole responsibility to take care of the baby. So I was actually looking forward to birth. But when he was born, I saw that it's not the same. It's maybe Europeans or Dutch people. So I had to adjust and adapt. But all the same, it's been a wonderful experience. Claire probeert een goede middenweg tussen de culturen te vinden. Maar als haar ouders terug naar Nederland gaan, gebeurt er iets waar ze totaal niet op had gerekend. Ze krijgt voor het eerst in haar leven heimwee. Ik denk dat het eerste heimwee-momentje, dat het echt toesloeg toen mijn vader uiteindelijk op de airport naar huis moest. En het toch wel heel emotioneel was. En dat is gewoon heel lastig. Dat mijn vader bijvoorbeeld zei van ja, hoe kan ik nou vertrekken en mijn kleinzoon achterlaten? En ja, ik ben toch wel heel erg over na gaan denken. En toen heb ik wel gedacht van, ja, eigenlijk heeft hij gewoon gelijk. Hoe kan hij nou zijn kleinzoon achterlaten? Ik bedoel, inmiddels heeft hij wel door dat ik graag reis en aan de andere kant van de wereld woon. Voornamelijk in Afrika. Ik ben hier natuurlijk al een aantal jaren. Maar ja, een kleinzoon is toch wat anders als opa zijnde. Ja, dus ja. Als ik eraan terugdenk, word ik eigenlijk weer een beetje emotioneel van. En dan denk ik, maar ja, hij verdient het eigenlijk ook gewoon.
een dikke 2 maanden geleden dat Claire is bevallen. En ik ben nu in Ghana om te kijken hoe het met haar en haar zoontje gaat. Hé, Makawa? Ja? Ja? Ja, maar. Meeting Jaya. We're gonna meet Jaya, the little baby. Ja, ja, ja. She's called Jaya. Yes. Mooi. Oh. Nou, zullen we er gelijk hebben. Jeetje. Hi. Hallo. Zie jij er al goed uit? Hallo. En hoe lang woon je hier al? 3,5 jaar nu. Oh ja. Het is gewoon een heerlijk huis. Oh, Snoopy blijft gaat ook mee. Ja. Oh, lekker cool hier gelijk. Ja, je hebt de AC wel nodig in dit, in Accra. Het is veel te warm hier. Ja, en waar is... Hier is Jaya. Jaya ligt nog te slapen. Och. Och, kijk nou. Oh, wat een pracht exemplaar. Nog heel klein. Nou ja. Voor een Ghanese baby heel groot. Als je het vergelijkt met een Ghanese baby, dan is hij vrij groot uitgevallen. Ja, komt dat door de Nederlandse... Ik denk het. Ja, Nigeria, Nederland, allebei best wel wat grote. Ja. Maar hoe was het? Hoe is het gegaan? Hoe was de bevalling en hoe was de... Ik ging zondagochtend voor controle naar het ziekenhuis. En de dokter zegt, hoe voel je je? Ik zeg, ja, ik voel me een beetje ongemakkelijk, maar hè, verder gaat het allemaal nog goed. Hij zei, maar ik zie dat je al weeën hebt. Ik zeg, oh. Ik had helemaal geen idee, dus hij zei, niets gemerkt. Niks gemerkt. Ja, gewoon een beetje ongemakkelijk, maar geen pijn of wat dan ook. Toen zei hij, nou, laten we gewoon even test doen. En toen had ik al 3 centimeter ontsluiting. Toen zei hij, ja, eigenlijk moet je nu blijven. Maar ja, ik had zoiets, ik voel eigenlijk nog niks. Dus ik had gevraagd, mag ik nog naar huis? Even eten, douchen, ik moest mijn tas nog pakken, dus want die had ik niet meegenomen. Nee, bevallen? Nee, joh, nog niet, daar hebben we nog geen tijd voor. Een paar uurtjes misschien. Ja. En toen moest ik om 3 uur terugkomen. En om 3 uur, 3 tot 9... Nog steeds geen pijn, niks. Op een gegeven moment 4 centimeter ontsluiting. En toen zei ze, laten we het maar gaan versnellen. Want anders dan is het te veel stress voor de baby. Dus toen hebben ze me medicatie toegediend om het proces een beetje te versnellen. En in 2,5 uur was ze er. Ik had 2 uur weeën, 1/2 uurtje persen. Toen was ze er. Jeetje. Dus het ging echt heel snel. En ja, wat dat betreft, achteraf, als ik ernaar terugkijk... dan was het eigenlijk veel te mam mee. En wie waren er allemaal bij? Alleen mijn man, ja. Zijn moeder had graag erbij geweest, zijn broer, maar het was, ja, was een iedereen beetje bij de bevalling? Dat hadden ze graag gehad, maar ik wilde gewoon alleen maar mijn man erbij en verder helemaal niks. En jouw familie? Mijn moeder kwam aan op de dag dat hij geboren is. Dus hij is geboren op 7 januari. En mijn moeder kwam op 7 januari en het was totaal niet zo gepland, want ik was uitgeteld op 12 januari. Ja. En mijn moeder zei, weet je, kom ik wat eerder, dan kan ik misschien de bevalling er nog bij zijn of wat dan ook. En hij is 's ochtends om 10 over 12 geboren en 's avonds was zij er. En toen was ik alweer thuis, dus dat was perfect getimed. Oh, wat fijn! Ja, ja, als je 's nachts niet slaapt, hè, dan ben je overdag wat, hè? Helemaal nokkie, hè? Ja, en Jaya, wat een prachtige naam. Ja, hij is half Nigeriaans, half Nederlands. En daarom wilden we ook wel een stukje een naam geven... die in Nederland ook wel gewoon makkelijk uit te spreken is... maar toch wel ook een Nigeriaanse betekenis heeft. En Jaya komt van Yayama. En Yayama betekent praise God. Dus nou ben ik niet zo religious... Maar ja, mijn man op zich ook niet, maar zijn familie dan weer wel. Dus vanuit zijn kant van de familie is deze naam gewoon heel erg gewaardeerd. En ik vond Jaya ook gewoon heel erg mooi. Ik bedoel, hij is geboren in Afrika en het is toch wel een beetje een Afrikaanse naam. Ja. Zijn er echt dingen waarvan je denkt, oh ja, dat is, daar moest ik even aan wennen. Dat is iets heel anders dan ik zelf had verwacht? Of? Nee, ik denk niet zozeer met hem. Behalve het feit dat iedereen continu vertelt dat je borstvoeding moet geven. Hang hem aan de borst, hang hem aan de borst. En dan heb je zoiets van, ja, wij proberen schema's aan te houden. Van iedere 3 uur krijgt hij een voeding. En hier, als hij huilt, dan is het meteen, hang hem aan de borst. En dan schiet iedereen in de stress. En dan heb ik zoiets rustig aan. Ja. Baby's huilen, is normaal. Ja. Nu kan ze nog lekker moederen. Maar binnenkort moet Claire weer aan het werk. Gelukkig heeft Chichi en Mekka zijn zus, die gaat er dan voor zorgen. En we hebben nu al 2 weken samen gedaan, want zij had ook een baan, maar ze heeft wel dagen door de week heeft ze opgezegd. Ze werkt alleen nog op zaterdagen, zodat ze dan voor hem kan zorgen. Dat heeft ze echt gedaan om... Ja, voor hem te zorgen. Ja, ja, daar ben ik heel dankbaar voor, want ik had niet geweten wat ik anders had gemoeten met hem. Zij kent gewoon
ons al zo lang, al 3 jaar. Dus ze weten hoe we onze dingetjes doen. Dus ze hoeven ook niet bang te zijn dat er iets anders gaat. Hier in Ghana bijvoorbeeld mogen sommige nannies... die mogen de kinderen corrigeren op bepaalde manieren... die wij niet, waar wij gewoon hier achter staan. Ze kunnen best wel een keer zeggen, gewoon een keer een map geven als ze iets verkeerd doet. Of, dat is heel gewoon hier. Ja, dat vinden ze hier normaal. Oh, ja, we zijn wakker. Ja, met een bruillipje ook. Hij is wakker, hé, hey, hallo. Dag, Vintje. Mag ik tuurlijk. Vrij zijn? Hé, hey, hallo. Hij is al heel zwaar. Voor een 2 maanden baby. Oh, ja, mannetje. Ja, hij is rond 6 kilo. Oh. En hij is licht. Vind je hem licht? Nou ja, licht qua kleur. Oké, okay, ja. Je denkt natuurlijk, hè? Mixed baby, mixed zal baby. Wel donkerder uitvallen. Ja, ja. Hij is vrij licht uit. Oh, ja. Daar gaan we. Sorry. Dat geeft niks. Er komt nog meer. Oh, super. Ja, dat kun je verwachten natuurlijk, hè? Als je een baby oppakt, dat er wat uitkomt aan de een of de andere kant. Klinkt goed, hè? Het knettert. Het knettert in mijn hand. Oh, ja, er was nog een... Nog een boertje? Ja, goede scheten aan deze kant. Oh, ja. Ik voel het in de hand. Oef. Poef. Af. Nou, dat werkt. Gezellig. Ja, dat doet het. Ik wil wel een lui over mogen verschonen. Oh, dat geef ik je helemaal aan de mama. Oh. Nee, ja, dan ben je niet van met de luisterschoon. Jawel, hoor. Ik kan. Dat kan ik ook, zeker. Oh, we zijn weer aan het overgeven. Ja. Ja, hij heeft nog niet al zijn injecties gehad. Hij heeft de eerste set van injecties gehad. Maar hij moet nu nog zijn tweede set van immunization hebben. Het is zielig dat er dan zo'n naaldje in gaat. Nou, ze hebben aan deze kant van zijn arm... Kijk, ze geven een injectie en die doen ze net onder de huid. En dat geeft een enorm litteken. Vindt hij ook helemaal niet leuk. Dus nu is het een mondje geworden. En dat gaat dan uiteindelijk weg, maar er blijft dan een vrij groot litteken. En Emeka heeft dat, Chichi heeft dat, eigenlijk alle Afrikanen hebben dat. Ik ben nog steeds niet helemaal achter waar het precies voor is. Maar kon hij niet aan ontkomen, zeg maar, aan deze injectie. Nee, ja. Oh, we zijn klaar, Brent. Maar ik ben kapot. Oh. Ja, ik denk dat overgeven wel stopt, hoor. Nou, ja. Moet je er zelf om lachen? Fijn. 'S Middags komt Emeka terug van een lange dag in de studio. Mm. How do you feel? Great. I mean, it's nice to just know that he depends on me for a lot. Very, very nice. Yeah, you're very proud. Yes, I am very proud. You were there for the labor? Yes. How was that? I was, yeah. it was great. And it was rewarding because it's nice to have my wife look at me, you know, now. Yeah. And you know, just remember that moment that just only two of us shared in the labor room and just knowing that it was just the two of us. And you know, we went through it, and I was standing next to her. I feel very, very proud because not a lot of my friends can say they do that. They can do that, really. I mean, we're not accustomed to really being right there in the labor room, right next to your wife. No. No. She's a strong woman. I was holding her hand inside the entire time. She wouldn't let my hand go, anyways. Sometimes I probably thought like. Wow. You know, like, wow. But I didn't She's gonna break your hand. I didn't get the opportunity to run away. At first, you thought it was a girl. Yeah. I started to call him. You know, I started to call him, like, the girl name that we picked. I'm sorry, buddy. What did you tell her then? Yeah, I mean, I was basically talking about how I was gonna take her dancing, you know. And how I was gonna make sure that I got I bought a gun and a license to carry the firearms just in case, you know, when the boys come calling, you know, because they're definitely gonna come calling, you know. And I think he'll be fine. Yeah, I hope. Yeah, he's probably gonna buy pretty dresses and. Oh my God. Oh, and dance I completely have myself to blame. If I see him in heels, I would not even bat an eye. No. I wouldn't even bat an eye. Yeah. Het is etenstijd in Ghana en vandaag staat er een Nigeriaanse soep op het menu. Maar dit is toch geen soep?
Wat ze hier soepen noemen, dat noemen wij misschien meer een soort van stuw. Of een soort... Ja, hoe zou jij het noemen? Ik heb geen idee. Ja, dat zou ik wel bij mijn handen doen. Heel, Nee, we gaan het met onze handen opeten, dus... Oh, oké. Soep met je handen. Ik weet niet hoe ik het zou noemen. Ja, meer een soort currypasta? Nee. Het ruikt bijna stamppot. En kook jij altijd? We koken hier eigenlijk allemaal. Dus Emeka kookt wel eens, ik kook wel eens. Chichi, Emeka zijn zus, die kookt hier ook wel eens. Dat is wel oké. Ja, hier gaan we de eba in doen. Dus dat staat hier. En eba is? Cassava. Dus, cassava-worstel. Ja. Dit is er helemaal in? Nou, doe maar niet. Nee. Dus ja, er mag wel redelijk wat in. Het is eigenlijk al... Ja, de Afrikanen die misschien niet zo heel veel te besteden hebben... die eten dit gewoon heel erg vaak, omdat het is eigenlijk heel goedkoop. Ja. En het vult heel... Het is vrij heftig op de maag. Ja, het is net lijm. Maar dit is tief. En het is... Sorry, ik was aan het leuk, hè? Koken. Ja, ik was hier wel melig van, ja. Leuk, melig. Ja. Het koken van de eba is gelukt. Nu de presentatie nog. Het hoort een mooie bal te zijn. Dit is heet. Can I show you a trick? Yes. So we oh yeah, I know the sticking. We start by making it the inside a bit deep. Oh. When you pull the edges and push them to the inside like that. That's a trick. I can just take it off like that and just... Oh. So sometimes this is happening. Yeah. It's like a baby's bum. Well, it's like a baby's belly. How does it work with you guys with language problems or issues that you're like, oh, is there a language difference? He's going to speak English, I'm going to speak Dutch. Mm. I'm trying to communicate with my parents a lot over the internet, so that will also be in Dutch. His mother maybe will try to speak a few words of Igbo. Will try. You can bet well, everything on it that she's going to make sure that she's responsible for him learning how to speak Igbo. Yeah. She's going to make it her life's mission. This is delicious. Just wow me, please, with one Dutch word. Can I ask you if the food is nice? Is it lekker? Yeah, it is heel lekker. Dankjewel. Alsjeblieft. S'avonds is het natuurlijk tijd voor een goed gesprek tussen Jaya en zijn grootouders. Ja, ja. Ik denk dat hij echt op Emeka gaat lijken. Ja. Heeft hij ook nog iets van mij? Of niks van mij in? Ja, ja. Het kleurtje? Ja, ja. Gebruik je nog steeds iedere dag die bleach? Of niet? Ja, gewoon bleach eroverheen. Ja. Ja. Tegen mij kan vertellen. Nee, trots. En hoe vaak bellen jullie met elkaar? Wij krijgen een foto van de dag, iedere dag. En een filmpje van de week. En daar moeten we het mee doen. Zien hem groeien, misschien hem ontwikkelen. Alleen we kunnen hem niet mee. Ja. Dat maakt het soms wel een beetje lastig. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Doei! Ja, love you. Wat lief. Een nieuwe dag in Accra. Hoog tijd om eens te kijken hoe handig die Hollandse wandelwagen op een Ghanese strand is. We're just gonna go in the sand? Yeah. Yeah, no problem. Okay. This sand is too loose. I don't think it has beach wheels. Oh, God. This is what it means to have a baby. Oh, that is hilarious. Maar eenmaal aan zee komt er toch een serieus punt aan de orde. And how do you see the future with him in Ghana? The plan is to move to the Netherlands in a few years when he starts to go to kindergarten. Yeah. And, So it brings a lot of questions with it, and with health, how good is the health system here? How good is the system anyway with all the arrangements that come with a child? And it's just better arranged in the Netherlands. And to be very honest, I always told everybody at home, I am never coming back to the Netherlands. I'm staying in Africa, and I'm super in love with Africa. And
I got pregnant and it was like, I got different feelings. Yeah, and she got homesick, basically. And I got actually homesick during my pregnancy. Because you were pregnant. Even when he was born, the feelings were becoming more and more intense. Yeah. And I just, when my parents came here, it was just beautiful to see my parents with him. And I don't know, something just broke inside. So if we tap into you in 5 years from now, you'll be living in the Netherlands? Most likely. Wherever, at the end of the day, curiosity takes you to, I guess, you know, tomorrow we might be wanting to go to Mars or something. To Mars. Nice. So either the Netherlands or Mars. Yeah. She's gonna kill me tonight. She's gonna be like, did you really say Mars? Over een jaar of vijf in Nederland. Dat zijn de plannen. Maar het verlangen om bij de familie te zijn wordt zo groot dat het slechts 3 maanden na mijn bezoek al zover is. Claire heeft ook al een baan in Nederland gevonden. En zodra Emeka zijn opleiding tot journalist heeft afgerond, voegt ook hij zich permanent bij zijn gezin. Hij is wel mee voor een kort bezoek. Ja, ik ben benieuwd wat dat zo met me gaat doen. Want hij is natuurlijk inmiddels 5,5 maand. En toen ik vertrok was die 3 weken. Dus ik heb eigenlijk nauwelijks contact met hem gehad. Komen ze? Ja, daar komen ze aan. Right above the street. Fantastisch. Ik voel hem alweer, trekken. Mooi moment. Super. Ja. Ik pak ze me niet meer af. Maar ik denk dat we wel een beetje daar kunnen bestaan. Ja? Ik denk dat het snel gaat zijn. Ja. Hé, hey, daar is die. Ja. Nee, ik kan het zeker niet zien aankomen, omdat we verwacht hadden dat Claire eigenlijk de rest van haar leven wel in het buitenland zou wonen. Maar ja, het is toch veranderd op een of andere manier sinds dat ze moeder geworden is. Maak hem back. Ik heb echt staan popelen gewoon om weer hier naartoe te kunnen komen. Ik had er echt zoveel zin in. Echt. Gewoon ook, ja, natuurlijk. Dit was voor mij gewoon. Ik wilde hem mijn broertje laten zien. Dat is voor mij gewoon het moment. Gewoon, daar keek ik gewoon het meest naar uit. Toen ik hem zag, dat ik al helemaal emotioneel was. Het is gewoon, het is gewoon een momentje voor mij. Het is gewoon heel bijzonder. Je wil, kijk, mijn vader die is gewoon nog 2 weken naar Ghana gekomen toen hij geboren was. Al heeft hij hem ook al 4 maanden niet meer gezien. Dus dat is ook natuurlijk heel... natuurlijk enorm gegroeid. Maar mijn broertje heeft hem gewoon nooit gezien. Ja, dat doet wat met je. Ja. Je wilt toch dat die veiligheid hebben voor je kindje. En ook gewoon de gezondheidszorg hier is gewoon veel en veel beter. En scholing, de crash uiteindelijk. Het maakt het allemaal gewoon iets makkelijker met een baby. Dus ik heb uiteindelijk gewoon besloten, nou, dit is dan toch maar het moment voor mij om terug te gaan naar Nederland. Opa. En als het allemaal goed gaat, dan hoop ik dat mijn man ook binnen een jaar kan komen. Want die moet zijn school nog afmaken daar, dus op journalism school. En... ja, we hebben natuurlijk het huis daar nog. We hebben natuurlijk die korte tijd niet alles kunnen afronden daar. Dus hij gaat alles daar regelen. En dan over een jaar komt hij hier naartoe. En ik hoop voor december toch wel een eigen huisje te hebben. Of een eigen plekje met Jaya.